is van alle markten thuis. DJ, presentator en producer. Ik sta hier naast Jordi Graat. Jordi, hi, welkom. Vertel eens wat over jezelf. Wat doe je nou het liefste? Het liefste doe ik presenteren. En het liefst op de radio en het allerliefste 's nachts. Want dan kan ik eigenlijk alles doen wat normaal niet mag bij Omroep Brabant. Zeg, wat ik wilde weten van je, hoor. Dus zomaar even een vraag die binnen schiet. Nou, we hebben daar natuurlijk feest en zo. Hoeveel steek jij in de envelop? Heb je nou tegen mij? Ja, nee, dat wil ik gewoon weten. Kijk, want er zit nu meteen een grens aan. Als je minder dan 20 euro erin steekt, word je bij voorbaat al niet uitgenodigd. Oh. Ja, Omroep Brabant, top. Vertel daar eens wat meer over. Nou, daar ben ik eigenlijk ingerold na mijn stage. En ik ben er eigenlijk een beetje blijven hangen. Ik mocht in één keer, of ineens, gewoon heel hard te werken, mocht ik allerlei dingen gaan doen. En als je zelf laat zien dat je heel graag bepaalde dingen wil, want ik wilde heel graag bij de radio bij Omroep Brabant. Ik was eerst evenementenredacteur. En als je laat zien dat je heel veel dingen wil, zowel op radio als televisie, dan krijg je vanzelf een keer die kans. Ja, want je zegt net stage. Hoe ben je daar begonnen? Begon je met koffie rondbrengen? Of, Ja, ik heb honderden kopjes koffie rondgebracht. En meestal liet ze me ook 80 keer naar de printer lopen met de meest grote onzin. En er werden alleen maar grapjes uitgehaald. Maar op een gegeven moment dan is het na 2 maanden er wel afgelopen. En dan ga je best wel serieuze dingen doen. En dan, als je dingen naar je toe trekt, dan wordt het steeds leuker. Ja, en dat toch wel best ver weten te schoppen al binnen de kleine entertainmentbranche. Ja. Ik kom natuurlijk pas net kijken. Hoe ervaar jij deze branche? Als heel moeilijk en heel hard, zeg maar. Want het is, ook bij Omroep Brabant is het zo voor jou 10 anderen. En ze vinden het allemaal prachtig tot op een zeker moment dat je een beetje minder presteert. En dan zijn er heel veel mensen die graag jouw plek in willen nemen. Dus je moet echt knokken en heel hard zijn en af en toe best wel moeilijke beslissingen nemen. En even iets heel anders. Je hebt een nieuwe plaat opgenomen. Ja. Jij bent veel te jong voor mij, heet hij. We hadden het gezellig, maar even later zei je pas hoe jong je was. La, 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 la. Ik wente al een tijdje, maar jij zat in de 4e klas. Een carnavalshitje, ja. Hopelijk. Wat is precies jouw rol daarin geweest? Ja, nee, dat heb ik zoveel mogelijk proberen te vermijden hier. Maar ik doe dat al vanaf mijn 14e en ook heel veel in het buitenland en zo. En ik heb wel vaker van dat soort plaatjes uitgebracht. Maar een vriend van mij, Jeroen, die ook overal optreedt en zo, die zei tegen mij, is het niet leuk om een keer iets met z'n tweeën te maken? En toen in één keer kwam Will and the People met Lying in the Morning Sun, waar het plaatje op is gebaseerd. Bel die mij eens op, zegt hij van, vind je het niet leuk om daar iets op te doen? En toen hadden we we hebben samen de tekst geschreven en ik heb de muziek een beetje, in ieder geval met een producer hebben we de muziek gemaakt. En zo is het eigenlijk geboren. Ja, een beetje allerlei dingen afgewerkt, wat ik iets beter vond of iets. Ja, het moest een echte feestknaller worden en daar hebben we, volgens mij is het wel redelijk gelukt. Ja, en het genre, verwachten we dat ook van jou bij Omroep Brabant of is het helemaal iets nieuws voor jou? Ik zit wel helemaal in de carnaval, ja. Dat is wel een beetje mijn hoogtepunt voor het hele jaar daar. En ik bedoel, met carnaval is natuurlijk feest en dan maakt het allemaal niet uit. En mensen vinden het leuk om bier te drinken en hoe platter de reacties, hoe beter. Maar carnaval is wel het hoogtepuntje van het hele jaar, ja. Ja, toch wel? Ja. Nou, hoop op een carnavalshitje dan. Ja, hij is heel vroeg uitgekomen, hè? Dus ik weet niet, ik hoop dat hij sowieso meegaat naar de après-ski. Want daar hebben we hem ook eigenlijk in september voor uitgebracht, dat hij naar Oostenrijk en dat soort dingen gaat, want daar kun je mee scoren. Als hij daar een beetje goed loopt en voor carnaval zien we het wel. Ja. Nou, dan hopen we jou in februari in alle kroegen terug te horen. Wil je nou nog meer interviews zien, ga dan naar imestv.nl.